De Maastrichtse mensenrechtenactivist Al-Mansouri wordt mogelijk gevangen gehouden in de Karun-gevangenis in Iran. Dat meldt Amnesty International. Een woordvoerster van Amnesty zegt te vrezen voor zijn gezondheid. De mensenrechtenorganisatie wil hem bezoeken, maar gesprekken met de Iraanse autoriteiten hebben nog niets opgeleverd. Al-Mansouri, zelf lid van Amnesty, werd op 11 mei in Damascus in Syrië opgepakt en aan Iran uitgeleverd. En daar is hij bij verstek ter dood veroordeeld. Het voelt heel vreemd om in de cel te zitten. Het is wel iets waar ik toch wel bijna dagelijks aan denk, hoe mijn vader zich zou voelen. Als een mens zijn vrijheid ontneemt, ja, dan is het net alsof je eigenlijk niet bestaat, geen enkele waarde hebt als mens zijn. En dat is pijnlijk. Al-Mansouri is president van de ALO, dat is de organisatie die streeft naar onafhankelijkheid van Al-Awwas, dat is het Arabische deel van Iran. Ik had het graag gewild, zoals ik nu eigenlijk de deur uitga, dat mijn vader tegelijkertijd met mij ook naar buiten kan. Ik hoop dat die dag en dat moment nog komt. De meest belangrijke reden waarom hij naar Syrië is afgereisd, hij heeft een officiële uitnodiging van de Syrische overheid gekregen. Zeg maar wettelijk gezien heeft Syrië geen enkele uitleveringsverdrag met Iran. En er was dus geen enkele reden om bang te zijn of een vermoeden te hebben dat het een opgezet spel is geweest. Achteraf kom je tot de conclusie dat het een val is geweest. Elke dag denk ik van, zou hij nog vandaag leven? Zou hij vandaag leven? En zo zijn we inmiddels 5,5 jaar verder. 14 maanden lang hebben we geen levensteken gehad. En gelukkig hebben wij hem donderdag 17 november kunnen spreken. Hij belde en dat was een enorme opluchting. Terwijl hij daar vast zit, zijn er meer dan 300 executies plaatsgevonden. En hij leeft nog. En je naam, je woonplaats en je handtekening maken. Het zit in onze cultuur eigenlijk om eerst voor anderen op te komen dan voor je eigen. Wij hebben het goed hier. Dus de anderen hebben het veel minder. Hij voelt zich eigenlijk nog steeds ook vader voor anderen. Een man die idealen heeft, een man die veel voor de anderen wil betekenen, een man die garant staat voor andermans rechten. Een man die voor anderen opkomt. Al weet hij dat hij veel moet voor opofferen. En het resultaat is wat wij zien. Hij heeft zijn gezin ook opgeofferd, letterlijk en figuurlijk, om voor anderen op te komen. Wij staan er vanavond hier om, dit is ook weer een manier van aandacht te vragen. We zijn inmiddels 5,5 jaar verder en in 5,5 jaar tijd is er nog steeds, onze Nederlandse ambassade in Teheran is er nog niet in geslaagd om bezoek te brengen aan hun gevangenen daar.
Ik krijg eigenlijk het gevoel dat, behalve dat ik dan druk moet uitoefenen op Iran vanuit de media, maar ook moet druk uitoefenen op de Nederlandse staat. Als vader straks hier naast mij zou staan, zou hij nog meer moed tonen, nog meer energie tonen. Wetende dat hij in strijd voor een rechtvaardige zaak. Handtekening voor Ahmed Soury. Weliswaar, wij betreuren dat hij in de gevangenis zit, maar van de andere kant zijn we natuurlijk ook enorm trots op hem. Ja, dat hij niet zomaar daar vast zit. Hij zit daar voor zijn idealen, hij zit daar voor zijn medemens. Nee, maar mensen hebben je wel gezien. Ik zou durven beweren dat meer dan 1 miljoen handtekeningen zijn al richting Iran gegaan en richting de Iraanse ambassade hier in Den Haag. Elke laatste donderdag van de maand, al 5,5 jaar, komen we hier vanuit een samenwerking natuurlijk met Amnesty International die dat regelt. Om één, te laten weten dat de zaak nog gaande is. Twee, dat er aandacht blijft noodzakelijk. En natuurlijk ook om Iran bewust maken dat wij nog steeds de zaak niet vergeten zijn.